Yo, what up? Het is je boy Demo. Welkom bij een nieuwe aflevering van The Judgment. En dit keer gaat het over de 1/8e finale. Dat zijn hele spannende judgments. Ik ben met de standaard judge team. Tim Beumers natuurlijk kennen we allemaal van zijn columns, van zijn battles, van zijn ellenlange jureeracties. Daarnaast hebben we Excellent, host en bedenker van Punch Out Battles. Aan deze kant hebben we Kimo, die is ook bekend van heel veel battles. En onze gastjurylid vandaag, EZG, winnaar van de Funix competitie van Punch Out Battles. Dus een hele goede team hier toch? De eerste battle waar wij het vandaag over gaan hebben is Chiefs versus Killer Croop. En dan begin ik bij Excellent. Wat vond je ervan? Gruwelijk, man. Zieke manier om die achtste finales af te trappen, man. Allebei vond ik fucking dope, man. Killer Croop had een van de doopste performances die ik heb gezien dit seizoen. Dat was performance wat hij deed, man. Hij ging in een hele schizofrenische psycho-modus. Het was niet gewoon ik sta daar, ik doe mijn lines en ik ben weer weg of zo, snap je? Hij gaf een performance, man. Ik vond dat fucking dope. Ik vond wel dat Jeeves meer in battle-modus was. Meer voor de throat, cutthroat killing shit, vond ik wel. Maar qua performance, Killer Croop, man, petje af, man. Dat vond ik fucking dope. Okay, dat was performen, jou, man. Wat is volgens jou dan echt belangrijker in zo'n battle? De performance of echt de battle? Kijk, het blijft een battle. En je moet gewoon voor de throat gaan. Go for the kill. Dat zal altijd voor mij het meeste wegen. Snap je? Het murderen van je tegenstander weegt het zwaarste voor mij. Maar hoe je het brengt, de performance is ook een belangrijke factor. En de performance had Killer Croop vandaag echt gruwelijk neergezet, man. Echt. Ik was echt entertained door wat hij deed. Dope. Hij gaf gewoon een showtje weg, zo wat, man. Ik vond het fucking dope. Respect voor allebei, man. Ben je daar een beetje mee eens, Kimo? Ja, zeker, man. Killer Croop hebben we een kant van hem gezien die we niet eerder hebben gezien. Kijk, wel natuurlijk dat hij een beetje als een mental shit kan zijn, maar hij maakte er echt een theatrale performance van. Hij had heel duidelijk concepten gekozen waar hij in zijn rondes in uitwerkte. Ik zal de lijns ook aflaten voor Tim, voor dat ze allemaal opnemen. Die op zijn lijn staan. Is vervelend. Maar Jeeves inderdaad was weer op zijn A-game. Okay. En het was ook verfrissend wat ik zeg, weet je, de achtste finales begonnen we gelijk met een goede battle. En het gebeurt eigenlijk niet vaak dat de eerste battle misschien wel een van de hardste of misschien wel de hardste battle van de dag was. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, in afgelopen battles zagen we vaak dat Killer Croop heel veel lines had die over mensen head gingen, zoals we wel eens zeggen. Vind je dat hij dat dit keer beter heeft gedaan, Tim? Wat ik toffer vond aan dit keer is dat Croop was altijd zoekende, zeg maar, naar wat zijn ideale manier van performen zou moeten zijn. Weet je, en hij had nog steeds niet die balans. Is hij nou de boze backpacker of de dronken psycho? Of de, weet je, en die balans, zeg maar, had hij vandaag wel. Zeg maar, dat hele stuk van naar God praten en eigenlijk zijn tegenstander negeren, aanwezig zijn, terug, switchen. Geintje, ja, nee, moet ik dit wel niet. En het werkte voor hem als persoonlijkheid. Wel heel kut voor je als zeg maar een verdwaalde psycho best past bij je persoonlijkheid. Maar dat werkte. Dus ja. Ja. En zijn teksten sloegen daar ook gewoon goed bij aan. Hij had gewoon een goede balans tussen het psycho gedeelte, maar ook had zo'n stuk over ruimte. Je kan niet in dezelfde ruimte wezen. Zal dat in de ruimte wezen? En dat ruimte, in de ruimte wezen? Nee. En zo, dat is het niet. Het is iets anders, maar dat heb ik nog niet bedacht, want ik heb het niet afgeschreven. Ja, van oké. Hij had een goede balans. Oké, en wat vond je van Jeeves? Ja, Jeeves is gewoon fucking hard. Dat is een beetje het ding wat vandaag was. Het is moeilijk voor toppers om jezelf nog voorbij te stijgen. Het is al moeilijk om zeg maar op dat niveau te blijven komen. En ook dat deed Jeeves gewoon ja, sterk vandaag. Dat stukje over de zus van Croop, Iris, over die Iris bij de eerste oogcontact. Dat is hoe ik Iris ken. Sick. Zo, dat zet hele ik je achter stuk, het glas als een opticiën. Ja man, hey, dat hele stuk was gewoon. Het is soms echt moeilijk om iets personals te maken met punchline dat ook nog dubbele betekenis, maar dan wel zo dat iedereen begrijpt en ook gelijk die joke naar die dubbele betekenis snapt. En
ja, niet wordplay om de wordplay, maar wordplay nee, met een punch. Ja, en ook dat je het gelijk snapt en een dubbele betekent. Ja. En je snapt zelfs de dubbele betekenis gelijk. Petje af, man. Ja. Ga over Iris heen als een ooglid, zei hij. Ja, de hele nacht over de heen als een ooglid. Ja, weet toch? En, ja. En wat ik heel tof van wat Iris deed, was dat stuk over die koppen en head. Omdat mij dat eigenlijk, waar hij aan refereerde, blijkbaar in die vorige battle, was dus een discussie. Maar het was mij eigenlijk nooit, omdat het interesseert me geen fok wat er gebeurt op dat moment. Dus ik let daar ook niet op. Dat ze van, ja het komt, nee maar had toch heads gezegd? Dat was mij nooit opgevallen, dat is hetzelfde. Zo'n Jeeves dat niet in één zin, maar gewoon even acht zinnen achter elkaar in vergelijking nog eventjes gewoon erop doorging. Sorry, ik dacht van, snap je het nu allemaal wel? Ik zei, ja, okay, heel tevreden dus over die. Ja, en er was nog één stukje over die hele bar over die Karate Kid One met een ding op een pipe. Ja. Ik kon het niet eens bijschrijven omdat het te snel gaat, maar dat stukje was oude opschrijven. Nu wil ik het eigenlijk nog even over een stukje hebben in de battle. Het is een stukje waar Killer Croc dan eigenlijk over Chiefs en ziekte gaat praten. Mm. En er is heel vaak eigenlijk discussie geweest over mag je wel of niet over ziektes en dat soort dingen praten. Maar toch heb ik het gevoel dat hij het een soort van wel op een classy manier deed, dat het toch nog wel een soort van kon. Wat vind jij eerst? Ik heb het genoteerd inderdaad. Het ging inderdaad over die chemo en over die kanker en dat soort. Maar ik vond inderdaad het niet echt dat hij het heel respectloos deed. En ja, het is de keuze aan jezelf of je inderdaad dat soort bars gaat gebruiken. Ik zou het zelf denk ik niet gebruiken tegen iemand. En ik vond het wel mooi dat Krop, of dat Jeeves daar weer op rebottelde. Ik heb niet genoteerd, het ging te snel wat die rebottel was, maar het had wel een dope rebottel op de kanker. Ja, de kanker terugkomt dat Krop dat was. Ja, precies die. Ja. Okay. Ja, hoe belangrijk is zo'n rebottel eigenlijk in zo'n battle, denk je? Ik denk heel belangrijk, ja, man. Dat als je twee mensen hebt die heel goed kunnen schrijven en hun A-game brengen, is dat wat het verschil kan maken. Ja, want het publiek, die horen dat toch. Van, dat heb jij net verzonnen. En dat geeft je extra punten. Het wordt ook wel eens gedaan. Het ontkracht ook wat die andere doet, hè. Ja. Het ontkracht het ook, hè. Dat je kan meteen de crowd ook mee hebben. Ja. Dat is een ding, man. Ik vond wel, ik zat van de week dat interview met Stef te kijken. En Stef had wel een punt waarin hij zei van, je kan rebottelen als het nut heeft, maar soms dan zegt iemand iets over jou wat misschien niet helemaal waar is. En doordat je er dan zeg maar tegenin gaat met een rebottel, maak je het eigenlijk waar alsof het je raakt. Dus je moet er ook mee oppassen van, soms dan stoort iets jou, maar heeft het niet eens echt om gelachen. En dan maak je het zomaar belangrijk door erop in te gaan. Dus het is wel een balans of zo. Okay, dus rebottelen kan, maar op de juiste moment, als het met nodig de is. Juiste lijn zijn. Ja, okay. Dat stukje van Killer Croc dat zei, je verliest je haren wel, maar niet je kankerstreek. Ja. En die dan zo meteen ben je een emotioneel wrak. Ja, ja man. Stralingsgevaar. Tering. En dat hij de kleine blonde dood theaterstukken. Ja. Ja, maar die sloeg op ook hoor, met die straks treedje in je vaders bandensporen. Ja. Dat je zei van buiten adem zoekt Eva of zo. Oh ja. Buiten adem nog steeds. Dope, heel tof. Zijn er nog belangrijke dingen die jullie echt over deze battle even kwijt willen? Ja, ik wil alleen wat jij net wat je zegt over die ziektes en dat soort dingen. Kijk, in principe moeten MC's weten waar ze het zelf over hebben natuurlijk. En je hebt een aantal keer gehad dat mensen iemand aanspreken of zoiets, maar dat je echt ziet dat het gemeend is. Ja. En dat is misschien wat hier het verschil maakt. Het is niet dat hij na zulke nette bewoordingen gebruikt. Hij had gewoon harde points als hij over zijn ziekte ging. Alleen je ziet dat hij geen haat voelt voor hem ofzo. Ja. Dat maakt een klein beetje het verschil. Voor de rest moet natuurlijk iedereen weten wat hij zelf zegt. Alleen je moet ook instaan voor de consequenties. Jeeves ging ook wel hard op die pa van Krop. Ja, maar de wielen van je vader gaan. Is een band. En dat die MS er beet. Ja, damn it. Dat stukje over dat als je vaders virus, bla bla bla, dat ze als de driver crasht, dat hij dan weet. Niet was vastgelopen. Ja, dat hij vastgelopen. Ja, vastgelopen. Computerbars. Jezus. Ik denk dat we echt heel de avond door kunnen gaan met bars van deze battle. Deze battle. Maar ik denk dat we misschien. We bruggen naar de cijfers. Ja, toch? Ja. Even naar de cijfers kunnen gaan. Ja. Beginnen we met Excellent. Welke cijfer geef jij Chiefs? Moet ik even iets inhaken, man. Ik wou dat ze allebei door kon laten gaan. En van een battle die minder was, allebei niet kon door laten gaan. Like helaas real, werkt het niet zo. Man. Like for real, man. Echt waar. Ik vind het zonde om een van deze boys niet door te laten gaan. Want dat was ook een battle die dag waarvan ik gewoon beide gewoon liever dan niet had door laten gaan. En deze allebei gewoon wel. Okay, weet maar je? Helaas gaat het niet over. Dat gaat helaas niet fucking worden, man. Ik geef deze 8.6 en Killer Croc 8.5, man. 1/10 koude cijfer verschil, man. Serieus, man. Dus Killer Croc 8.6? Nee, andersom. Oké. Okay, deze 8.6.
6 en Killer Croc 8.5. Dus 1/10 1/10 punt hoger voor Jeeves, omdat hij ging voor de throat, voor de kill. Ja. Hij ging meer voor de throat. Hij was iets hongeriger. Ja, en Killer Croc had een top performance, man. Respect, hoe dan ook, man. Okay. Ja, man. Okay. Tim, cijfers? Ik geef Jeeves een 8.5 en Killer Croc een 8. Oké, okay, dus iets hoger voor Jeeves? Ja, en verder ben ik het eens met Axel, want als het aan mij lag, had ik ze allebei door laten gaan. Ja. Dan had ik twee andere mensen niet door laten gaan. Ja. Aiki! Hebben jullie het ook over dezelfde twee mensen, denk ik? Waarschijnlijk. Er was maar één battle waar mensen gewoon echt naar buiten gingen om te smokkelen en zo, want tijdens die battle. En gewoon gingen praten over whatever the fuck, alles wat niet met die battle te maken had. Dus. Duidelijk. Kimo, cijfers? Ik vond het een hele dope battle, misschien wel de doopste van de avond. Killer Croc even maar echt verrast. Ik vond zijn insteek goed. Ik geef hem een mooie ronde 8, zoals van me gewend werd. En Jeeves was echt zijn A-game. Ik vond hem steadier. Killer Croc, zeg maar, de eerste twee rondes vond ik sterker dan zijn laatste. En daarom krijgt Jeeves van mij een 9. Oké. Okay. Dat is een 9 van Kimo. Verdient een applausje, ja? Ja, ja. Oké, okay, dus Jeeves een cijfertje hoger, zeg maar. Puntje hoger. Ja, volle punt hoger. Oké, okay, dope. EZG, jouw cijfers? Ik geef Jeeves geef ik een 8. Ik vond hem gewoon stabiel, gewoon goed. Mm-hmm. En hij ging inderdaad voor de kill gewoon. Killer Croc geef ik een 7,8. 7,8. Oké, duidelijk. Nou, ik kan helaas niet zo snel hoofdrekenen, dus we komen zo even terug met de cijfer. Zo. Ik heb wat mooie cijfers voor jullie. Killer Croc die heeft namelijk een 8 weten te behalen en Jeeves net iets hoger met een 8,5. Betekent jullie dat Killer Croc naar de kwartfinales gaat? Of nee, Jeeves natuurlijk? Dat betekent dat Jeeves naar de kwartfinales gaat. Oké dan, dus Jeeves gefeliciteerd met die kwartfinales. Jeeves gaat door naar de volgende ronde. Ja. Heerlijk. Ik wil mijn lieftallige juryleden bedanken. Tim Beumers, Excellent, Kimo, EZG. En tot de volgende aflevering van Punch Out Battles The Judgment. Mijn naam is Demo. Bang! Bang!